Vanavond ongelooflijk veel zenuwen opnieuw. Ik hoop echt dat dat net tussen mijn billen zweet is. Shit. De eerste mop vergeten. Shit. Van u? Ja, ik weet dat zo over u ging. Sorry, ik kan hier echt niet liggen dit keer, maar ik was gewoon alleen de eerste zin. Ah, toch! Natuurlijk. Ik was totaal niet zenuwachtig voor dit optreden. Mijn vriendin zei van, ik ga ook mee. Zij spreekt niet zo zwaar als ik, nog zwaarder. Ze heet Mike. Ik ben dus Kevin. Ik ben zot van kruiswoordraadsels, maar dat doet er niet toe. Ik ben personal trainer, maar dat is voor aan te zien. Nee, ik heb daar een excuus voor. Sommigen hebben dat al eens gehoord, maar ik heb mijn, dit is geen grap, ik heb mijn eigen echt tot 100 kilogram laten wegen. Om te kunnen beleven wat de mensen die bij mij komen, die een beetje overweight zijn, om te kunnen voelen wat zij ook voelen. En dat is nu, zes jaar geleden. Mijn vriendin die zei tegen mij, van, ik wou eerst tot 110 kilogram gaan. En mijn vriendin zei tegen mij, dat is overdreven, dat moet je niet doen. Ik zeg, schat, what doesn't kill you makes you stronger. Waarop dat ze zei, legt hem deze uit aan Stephen Hawking. Dus ja, ik heb daarboven... daarboven kom nog dat ik een hele slechte rug heb. Ik ben voor een bark nu, met een hele slechte rug. Ik ben... dat zijn we. Mijn excuses. Ja, bij personal trainer gedoe krijg ik heel veel mensen die middels lichaamsbeweging willen vermageren. Er zijn mensen die verschillende diëten proberen, maar de meeste die bij mij komen is dus voor lichaamsbeweging. Ik vraag me soms af wanneer voel je dat je te dik wordt? Wanneer voel je dat je te dik wordt? Is dat als je living te klein wordt? Als je op een cruiseschip zit en alle andere toeristen wel constant weten waar dat jij staat op de boord? Of als je gaat kamperen en je tent voor zes personen die voldaan gelijk een badpak? Dus ja, maar ik merk wel, dat was gisteren, dat ik, je begint zo vrouwelijke trekjes aan te nemen. Wij liepen over de neer en ik zeg, schat, vrouwelijke trekjes, schat, zijn ik eigenlijk een dier? Oké. En wat ik nog erg haat, ongelooflijk haat, is ik stond vol haar. Echt vol haar. Borst, schouders, maar ook rug. Poep een beetje, hier al wat minder. Maar ook schouders. Ik bedoel, head and shoulders, dat is speciaal voor mij. Dus ook... Dus ook, ja, laatst was er op de... Man, de zeven. Niet normaal is toch erger dan de vorige keer, en er net niet. Dus vol haar. Laatst was er op het nieuws een item dat er in Antwerpen een beer was ontsnapt. Maar mijn trimmer was gewoon kapot. Vanmorgen noemde mijn zoon mij in de badkamer Chupapa. Dus ja. Maar ik geef dus ook les aan. Nee, ik vroeg mij af dat de kapper ook die streken kan scheren. Hè? Want de kapper stopt normaal hier in uw nek. En, maar doet de kapper op een rug of een poep, gaat hij nog verder dan dat. Dus ik deed een test, ik ga naar de kapper. En ik kom binnen en ik doe wat iedereen doet als je zo een wachtruimte binnenkomt. Wie was de laatste? En ik zie die mensen aan elkaar kijken.
En dan zei ze, u meneer, alstublieft. Nee, wie was er voor mij? En die zei, zullen wij allemaal, hè, meneer? Bleek dat ik bij een huisarts... Ik wil geknipt worden. En bleek dat ik bij een huisarts stond die vooral castraties uitvoerde. Goed. Dus ik geef ook les op school. En op school heb ik één leerling en dat is de Mustafa. De Mustafa is, dat is niet zo slim, is wel lelijk, maar niet zo slim. ik vroeg aan hem, zeg het met een spreekwoord, hij moest met een spreekwoord antwoorden. En hij moest zeggen, of met een spreekwoord dus, ze doet alsof er niets aan de hand is. Waarop de Mustafa, ze doet alsof haar muis bloedt. Een beetje later, meester, de Mustafa, meester, mijn bik werkt niet. Ja, dat is eigenlijk de papa, hè? Zeg, dat is toch geen probleem. Een beetje later zegt een ander kind, meester, ik heb geen inspiratie. Waarop de Mustafa direct zegt, hij spreekt Chinees. En verder, de Mustafa zei tegen mij, meester, ik wil een pilletje voor de pijn. Ik wil een pilletje voor de pijn. Want dat bleek een Nintendo Down te hebben. Blijkbaar bestond ik, wist dat niet, Nintendo Down. En ik zeg, dus je hebt dus pijn aan uw duim, van die te veel te gebruiken. Ja, meester. Ik zeg, jongen, dan heb ik al 3 weken een porno-penis, maar hoort mij toch niets erover zeggen. Dus de Mustafa. Op een gegeven moment werd ik echt beu. Bij moeten Mustafa. Dus ik zeg, Mustafa, alsjeblieft, stop ermee. Hè. Ik wil niks meer van u horen. Ik zeg, deel van een woning, zeg ik. Ik bedoel, sorry, vertrek. Dat zijn die kruiswoordraadsels. Ik ben geboren en getogen in Antwerpen trouwens, een stad vol tegenstellingen, maar een mooie stad, de mooiste stad van de wereld. Vol tegenstellingen. Een stad waar dat bijvoorbeeld... perfect kan betekenen, je hebt de baby zelf eens deur. Een stad waar heel veel Joden wonen en toch Hitler begraven is. Toch, ik heb dat gezien in de... In de zoo was er dus een dolfinarium. Een stad waar zelfs de minst veilige buurt Safehook heet. En nog één laatste ding voor de Mustafa, voor de Joden of de Marokkanen of de Belgen, maakt niet uit. Je neemt geen medicatie voor de pijn. En ik wil dat iedereen dat weet. Je neemt medicatie tegen de pijn. Als je medicatie voor de pijn neemt, dan zit je een masochist. Oké. Okay.